straatverlichting is een noodzaak. Feestverlichting een luxe. Als je op het energiegebruik daarvan kunt besparen, is dat heel welkom. We gaan hier met de kinderen LED-verlichting in de feestverlichting aanbrengen. Het voordeel van LED-verlichting voor de feestverlichting is dat je een heel mooie uitstraling hebt. Energiezuinig en het is hartstikke goed voor het milieu. Maar de kosten voor de winkeliersvereniging vielen niet mee. Daarom werd de gemeente benaderd om te participeren. De gemeente Putten is benaderd door de winkeliersvereniging om de oude gloeilampen te vervangen door wat modernere LED-lampen en daarmee heel veel stroom te besparen. De gemeente betaalt de stroomkosten. Dus een besparing daarop komt op termijn naar je toe. De feestverlichting is aangesloten op het net van de openbare verlichting. Dus als de stroom kan bespaard worden, dan is het heel goed voor de gemeente. Er werd een project van gemaakt door onder andere de plaatselijke scholen mee te laten werken. Kijk eens, ik heb voor jullie een armatuur. Kijk, dus dan heb ik hier. De kinderen mochten helpen met het vervangen van de oude lampen voor nieuwe. Maar eerst maar eens meten hoeveel zo'n oude set lampen gebruikt. Het leek ons een heel goed idee omdat er toch zoveel energie bespaard werd. Want relatief is dat heel veel. Om daar de kinderen in te betrekken, omdat die de toekomst zijn. Dan worden de oude lampen verwijderd en de nieuwe geplaatst. Dan worden de oude lampen verwijderd en de nieuwe geplaatst. Ja, de kosten zijn wel aan de hoge kant. Alleen we verdienen ze gelukkig ook wel weer redelijk snel terug. De besparing die je kan realiseren is 70% van het totale stroomverbruik. In theorie dan. Of ook in de praktijk. De kinderen in de klas doen de proef op de som. Yeah! En ja hoor, eerst 151 watt en met LED maar 13 watt. Dat valt helemaal niet tegen. Dan rekenen we met de klas ook maar meteen uit wat de totale besparing voor heel Putten kan worden. Met behulp van een aantal slimme leerlingen komt het eindresultaat uit op ruim 1600 euro per jaar. Een mooie score. Nou heb ik hier nog een lesbrief, die gaan jullie met hem mee. De leerlingen krijgen een lesbrief mee, waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Leren hoe je met slimme verlichting energie kunt besparen. Daar kun je tenslotte niet vroeg genoeg mee beginnen. Hoe waren de reacties van de leerlingen? Ze vonden het fantastisch, denk ik. Het is met veel enthousiasme ontvangen. En ze hebben het enthousiast aan meegedaan. En ook de opening, de ingebruikname van de feestverlichting in LED-formaat is goed gegaan. En hoe voldoet de LED-verlichting in de praktijk? Ik vind ze erg mooi. Het leuke ervan vind ik dat de verlichting ook gewoon het hele seizoen brandt zonder dat de lampjes kapot gaan. Als het 's avonds is, dan blijft het een mooi geheel door het centrum heen.